Zou u ons kunnen vertellen van wie was Louis Leroy? Wie was Louis Leroy? Louis Leroy is in Amsterdam geboren. Hij heeft de kunstacademie in Den Haag gevolgd. Kreeg hij bij toeval een mogelijkheid om als tekenleraar in te vallen. En is dus niet meer weggegaan. Is hier gebleven. Paste eigenlijk moeilijk in het onderwijssysteem. Het was een fantastische leraar, maar het onderwijssysteem was lastig. Is uiteindelijk daar uitgestapt en is begonnen met het bouwen van ecocathedrale bouwwerken. Dat is ongeveer zo'n 45 jaar geleden. En waar heeft hij zijn inspiratie weggehaald? Hij wist eigenlijk al vanaf vrij jong dat hij een boodschap had rondom de creatieve potentiële van mensen. Zijn achtergrond is eigenlijk kunstgeschiedenis. Daar is hij ook cum laude op afgestudeerd. En hij zei altijd tegen mij van alle culturen voor 1800 zijn met levenskracht gebouwd. Dus menskracht, paardenkracht, geen machines. Na 1800 is eigenlijk de techniek heeft zijn intrede gekregen. En zijn langzamerhand dus de machines en dergelijke, die hebben dus de menskracht overgenomen. En hij ziet het als een enorme verschraling van de cultuur. En heeft zich altijd sterk gemaakt om dat, te tonen. Hè? Dat zie je dus eigenlijk ook hier. Hier zijn geen machines. Hij heeft het inderdaad zelf allemaal met de gewoon hand gedaan. Gewoon met de handen gedaan. Ja. Maar hij is dus in feite begonnen met een eigen stad te bouwen voor hemzelf, een eigen wereld. Ja, hij is eigenlijk begonnen, hij zei letterlijk tegen zijn vrouw, ik ga een kathedraal bouwen. En een kathedraal staat eigenlijk voor generatieve processen, dus van generatie op generatie. Dus alle grote kathedralen zijn nooit in één mensenleven gebouwd, maar in enkele honderden jaren. In fases. Ja, dus dat werd eigenlijk constant werd dat doorgegeven aan volgende generaties. En dat is eigenlijk ook het principe van de kathedraal. Dus dit project hier, dat gaat dus minimaal tot het jaar 3000 door. Maar ik bedoel, zo'n man als Louis Leroy, daar moet toch een bepaalde filosofie achter zitten? Ja, dit gaat toch in feite veel verder dan alleen mens zijn? Dit gaat verder. Ja, dus hij beschouwt de mens als natuur. Ja, dus voor hem is alles natuur. En hier zie je dus een samenwerking tussen mens, dier en plant. Ja, dus daar heeft hij gewoon daar maakt hij geen verschil in de zin van levensenergie. Ja, dus alles heeft levensenergie. Planten, dieren en mensen. En dat komt hier gewoon samen in vrije energie. Dus de plantjes bepalen zelf waar ze gaan groeien. De mensen bepalen hier zelf hoe ze bouwen, zonder plan. Gewoon vanuit hun eigen vrije energie. Nou ja, de vraag die eigenlijk dan gelijk bij me opkomt is van, ik heb het begin gezien, hè, dus waar hij in feite begonnen is. Mm-hmm. En in feite is, de natuur heeft het weer teruggenomen. Want heel veel bouwwerkjes in het begin, die zijn in feite al wel overwoekerd met onkruid. Ja. Nou en dat is zo'n opzet. Leroy kent geen onkruid. Die kent geen onkruid? Nee, die kent geen onkruid. Dat is een verzinsel van de mens. Hè, dus de natuur kent geen onkruid. Dat en daar heeft hij verder ook niks tegen gedaan? Nee, heeft hij niets tegen gedaan. Dus hij vindt in feite gewoon dat de natuur, op het moment dat hij dat gebouwd heeft, het gewoon weer terug mag nemen? Ja. Nou, terugnemen, het is gewoon, ze zijn gezamenlijk aan het werk. En als Leroy klaar is met een bouwsel, dan is hij klaar met dat bouwsel. En dan zegt de natuur, ja, wij gaan daar gewoon verder mee. En hoe en wat, ja, dat weet hij niet. Dat gebeurt gewoon in ruimte en tijd. En hoe is hij er in feite dan bijgekomen om uiteindelijk ook vrijwilligers zover te krijgen om hem in feite hierin te helpen? Niet, ze hebben gewoon zichzelf aangemeld. Hè. Dus op een gegeven moment werd het steeds bekender. Er kwamen er steeds meer mensen hier kijken en zeiden, goh, kunnen we niet meedoen? Maar dat kan wel, alleen wel met de restrictie dat je in principe je hele leven daar aan verbonden blijft. Hè. Dus niet eenmalig. Dus wij krijgen heel veel verzoekjes van bedrijven hier en een soort teambuilding willen doen, dat doen we niet. He? Maar als hier iemand komt die zegt van, goh, het lijkt me heerlijk om hier gewoon één keer per week of zo een aantal uren te werken, dan zijn ze van harte welkom.
met een groepje van een man of, nou ja, de ene keer zijn er 4, de andere keer zijn er 8, hè, dus twee dames er ook soms bij. Zijn we hier in het zuidelijke gedeelte al jaren dus aan het werk. En wat we dus maken, nou, hier zit je dus Berend Jansen, die is op het ogenblik dus daar weer dus een plein aan het maken. Even afstand nemen. Een plein wat hij dus hier ook aangelegd heeft, met die steen. Ik zal zo filmen. Ja? Nou, het is zo dus van, wij zijn afhankelijk van het materiaal dat we krijgen. Dus als wij dus een hele hoop van die gele steentjes krijgen, dan zitten we te denken, nou, wat kunnen we daarvan, wat kunnen we daarmee doen? Ja. Nou, een aantal daarvan zit dus verwerkt, dus ook in die toren hier waar we mee bezig waren. Kijk maar, die 4 rijen. Maar op een gegeven moment zegt Berend, weet je wat, we gaan hier dus hiervoor en gaan we dus een mooi plein maken, want daar kunnen die steentjes ook goed voor gebruiken. Maar komt dat wel overeen met het gedachtegoed van heer Leroy? Ja, wat ook van Leroy, het gedachtegoed van Leroy is dus dat je dus aan het bouwen bent zonder cement, dat is het meest bijzondere, hè? Je bent eigenlijk dus aan het stapelen. Maar dat je dus niet een vooropgezet plan hebt. Dat is eigenlijk de grondgedachte van Leroy. Dus je moet eigenlijk altijd improviseren. Je moet altijd nadenken van wat ga ik nou weer gaan doen. Maar dat hangt af van het materiaal wat je krijgt. Maar ja, hij is nooit van plan geweest om hier zulke nette steentjes. Nee, maar misschien had hij dat wel op een gegeven moment bedacht. Want in zijn tijd kwamen die steentjes er niet. Die zijn nou toevallig dat ze daar... Dus wij hebben dit bedacht. Wat denk je wat Louis Leroy er eigenlijk van vindt? Dat er in feite er een hele andere stijl gehanteerd wordt nu. Ja. Nou, Leroy die heeft daar eigenlijk geen enkel probleem mee. Het eerste wat hij zegt is het esthetische. Hè, of het mooi of lelijk is. Dat is eigenlijk niet relevant in dit proces. Hè. Esthetica is eigenlijk een dood proces. En het tweede is, als je begint, dat geldt ook voor Leroy... dan heb je een bepaalde beginsituatie. Hè? Dus je doet dat wat je kan. Hè? Dus je hebt in je eigen geest heb je de mogelijkheden die je op dat moment denkt te kunnen. En dan zie je dus vaak hele strakke bouwsels. Hè? Of heel netjes aangelegd. Ja, ze springen er gelijk uit. Ja, ze springen er gelijk uit. Maar als je dan een half jaar later komt, of misschien zelfs al eerder... Dan zie je dus dat ze dat helemaal weer losgelaten hebben en een compleet andere bouwwerken gaan maken. Okay. Dus het is eigenlijk een ontwikkelingsproces. Elke dinsdagmiddag dus kwam ik er dus bij. Ik werk hier tot pakweg 11:15, 12:30. Dan stap ik op de fiets en dan ga ik naar Oranje Woud, waar hij woont. Zijn weduwe woont er nog. Ik ga straks naar zijn weduwe toe. Ja? Ja. Vrouw Leroy, Engel Leroy. En ik bracht dus verslag uit wat we dus hier gedaan hebben. En Peter Wouda maakte wel foto's. Dus hij wist precies wat wij hier aan het doen waren. En hij gaf ook wel aanwijzingen dat hij zegt van... Nou, zou jullie dit of zou jullie dat? Dus hij weet wat we hier dus gedaan hebben de afgelopen jaren. Hij weet waar we mee bezig zijn. Maar hij was toch ook zelf aan het werk hier? Ja, dat tot 2005. Tot 2005? Ja, daarna niet meer. Is hij nog een heel enkele keer hier nog geweest. En werd dus eigenlijk op de hoogte gehouden. Dus... Nou ja, door degenen die hier kwamen en dus verslag uitbrachten en die foto's maakten. Gevangenis van Heerenveen. En er zijn vreselijke dingen gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En uit pietijd voor de bevolking hebben ze die gevangenis afgebroken. Die zijn hier neergelegd. Hè, dus die stenen hebben hier hun vrijheid gekregen. Letterlijk en figuurlijk. En er zijn nog steeds mensen die hier zo rond 4 mei komen en rituelen hebben rondom gedachtes. Hebben rondom die gevangenis, ja. Dus je ziet ook dat die stenen, die dragen informatie. Die vertellen inderdaad weer hun eigen verhaal. Ja.
dus in het atelier, hè, van het werkatelier van Roa op de Eco-kathedraal. En in, het is eigenlijk in de beginfase gebouwd, dus zo'n 40, 45 jaar oud dit. En wat hij deed was eigenlijk oude boerderijen en bouwvallen, die kocht hij op. En het materiaal, dat gebruikte hij om onder andere dit te bouwen, dus al die geeltjes, hè, die Friese geeltjes. Die komen allemaal uit oude boerderijen weg. Bestaat tijd niet. En als je dus kijkt naar de huidige samenleving, dan zie je dus dat we eigenlijk in de tijd heel veel met tijd werken, hè, en leven. Hè. Dus je moet op tijd op je werk zijn, de kinderen moeten op tijd naar school, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je kijkt naar de politiek, hè, nou, je ziet nu bij het kabinet bijvoorbeeld, hè, dus 5 kabinets in 10 jaar, hè, dus een gemiddelde van 2 jaar. Hè. En wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen is dat als je de tijd loslaat en je werkt in de oneindige tijd, dan krijg je hele andere principes van werken. Wat helemaal niet slechter hoeft te zijn, want als je ziet wat hij hier gepresteerd heeft in 40 jaar... Is ongelooflijk. Is ongelooflijk. Hè? Maar het was niet zo dat Leroy een strak schema had, hè, met deadlines en dat soort terminologie. Dus hij heeft gewoon in de tijd gewerkt. En doordat hij in de tijd heeft gewerkt, is zijn ambacht ontwikkeld en ging dat steeds sneller. Nou, het belangrijkste wat hij wil vertellen is dat het eerste geboorterecht van een mens is tijd. En de vraag is, wat doe jij met jouw tijd in dit leven? Dat is eigenlijk het belangrijkste kern. Wel heel filosofisch. Ja, mooi. Maar toch ook heel praktisch. Hè? Het is ook heel praktisch. Omdat je dus heel snel ziet... We hebben daar een bordje staan, betreden op eigen risico. Dat is ook bedoeld om mensen uit te nodigen. Om niet aan het handje van allerlei instanties te blijven wandelen. Maar echt in je eigen kracht te gaan staan. En op avontuur te gaan. En om gewoon een kathedraal te gaan bouwen. Of whatever. In ruimte en tijd. En ja, wat hij ook nalaat is dus dat hij een contracultuur gedachte heeft... He, dus dit is eigenlijk een contracultuur tegen de technologische ontwikkelingen. En de idioterie van het geld. He, dus als je kijkt in de rijke landen, he, waar ze enorme gebouwen bouwen, puur op basis van prestige inderdaad. Wat een enorme energieverkwisting. He. En de grootste energiebron is nog steeds de menselijke kracht, de menselijke energie. En dat is wat hij hier eigenlijk toont. En als je dat, dit doe je dan met, heeft het in feite alleen gebouwd. En nu hebben we 6 tot 8 nieuwe bouwers. En dan zie je dus, als je dit met 1000 mensen zou doen, dus van 1000 mensen de vrije energie zou hebben. En dat is eigenlijk uw verhaal, hè, van Peer. Ja. Dan kun je enorme ontwikkelingen teweeg brengen. Zonder dat er enige vorm van machines of andere soortige externe energie in gebruikt wordt. Concrete plannen zijn dus dat wij nog, waarschijnlijk nog 1 of 2 jaar hier aan het werk zijn, waar we nu mee bezig zijn. Je hebt misschien ook een hele hoop blauwe stenen gezien daar. Ja. Daar gaan wij een soort meer van maken. Een meer? Een meer van Milddam. Ja? Ja.
Maar op een gegeven moment zijn we daar klaar. En daar hebben we dus nou dus voorgenomen om naar het oude gedeelte te gaan. Want daar zijn een aantal muren ingestort. Okay. En er zijn ook een aantal zeg maar pleinen die hij zelf aangelegd heeft. Die zijn helemaal overwoekerd. En er zijn de paden die zijn dichtgegroeid. Dus dan gaan we als het ware een beetje restaureren. Dat is dus... Ja, was het niet de bedoeling dat het helemaal overwoekerd werd? En met de tijd eigenlijk allemaal verzonken? Kijk, wij maken, als het overwoekert, dan daar zitten wij niet over in. Het is wel zo dus dat het ook zijn bedoeling was. Dus dat is voortdurend doorgebouwd. Hij heeft nooit, ja. heeft nooit de bedoeling gehad van... Ik maak iets wat op een gegeven moment af is. Hij wou het zelf niet, maar hij wil ook niet... Hij wil ook niet dat wij iets afmaken. Dus het is de bedoeling dat hier over 40 jaar nog steeds gewerkt wordt. Dat is dus de bedoeling. Thank you.